Het kabinet Santokki-Brunswijk heeft de staatshuishouding onder controle. Door de invoering van noodzakelijke maatregelen om de economie van het land weer gezond te maken, is het de regering gelukt om zonder leningen haar betalingsverplichtingen na te komen. Dat heeft een trotse president Chandrika Persat Santokki gisteravond bekendgemaakt tijdens de regeringspersconferentie. En dit zal ook de komende maanden gebeuren zonder te lenen. Zonder te lenen. Wat afgelopen jaren, de vorige regering, zeker afgelopen 3 jaren niet gelukt is. Dat zijn ook resultaten van je hervormingen binnen de economie. Dat zijn ook meetpunten in je beleid alleen op basis van jouw nationale hervormingen. Aan de andere kant is de minister van Financiën ook al gestart met het betalen van achterstanden naar instellingen toe, vooral sociale instellingen, die afhankelijk waren van subsidie en afgelopen jaren niet betaald geworden zijn. Ook dat traject hebben we al ingezet. En believe it or not, we krijgen elke dag brandbrieven van schuldeisers. Van achterstallige leningen die afgelost moeten worden. Van schulden die afgelost moeten worden. En we zijn ook al in staat, step by step, ook dat af te lossen. President Santokki is ook ingegaan op Surinames kredietwaardigheid, die eerder deze week verder is verlaagd van CC naar C door kredietbeoordelaar Fitch Ratings. Volgens het staatshoofd is na overleg met het IMF en het financieel adviesbureau Lazard duidelijk geworden dat Suriname de eerste rentebetaling aan investeringsbank Oppenheimerfonds niet kon doen. Morgen beginnen de onderhandelingen om te komen tot herschikking van deze schuld. En die onderhandelingen die gaan plaatsvinden op 30 oktober. Omdat door niet betalen van de lening er een periode van 30 dagen zal intreden waarbinnen je als regering overeenstemming bereikt zal moeten hebben met de bondholders. En de mensen die hun geld gestopt hebben in deze bond van 550 miljoen, maar ook die van die 125 miljoen. En die call gaat plaatsvinden op 30. En we gaan kijken wat het resultaat gaan zijn, wat de reacties gaan zijn. En de minister van Financiën en Buitenlandse Zaken zullen na dat traject en na die call beschikbaar zijn voor de pers. En er komt een persconferentie om dan u te informeren, om de samenleving te informeren wat de stand van zaken is geweest van de eerste call, eerste onderhandelingen met leading advisory bureau Lazard met de bond. Holders.